Huppatee. En toen was Mees op de wereld. Mees werd afgelopen april in de auto geboren. Toen Nathalie en Robin vanuit Berkel en Roderijs onderweg waren naar het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam. Inmiddels is Mees 8 maanden oud en het gaat goed met hem. Mees heeft zelfs al 2 tandjes. Hij groeit lekker. Een vrolijk mannetje. En ja, hij doet het waanzinnig goed. Maar toen Mees werd geboren, zat de navelstreng nog om zijn nek. Nathalie bedacht zich geen moment en haalde die er snel af. En je zag eigenlijk het licht gewoon, de kleur weer terugkomen in zijn lichaam, zeg maar. Dus ja, toen begon hij gelukkig te huilen. Dus dat was echt wel even, ja, ik zat echt in een flow. Je doet en ja, je hebt geen andere keus. Op het moment dat Mees geboren is, komt de ambulance langs op de provinciale weg. En met die ambulance hebben jullie een speciale band. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Achteraf kwamen we daar pas achter. Maar op het moment dat ze aankwamen, bleek ook de ambulanceverpleegkundige Nathalie te heten. En ook een zoon heeft die Mees heet. En uiteindelijk bleek de ambulance de vaste ambulance te zijn geweest van mijn vader, die inmiddels dus overleden is. Ambulancechauffeur was die, ja, in Rijnmond. Het was dus een heftig jaar voor Nathalie, maar ook een bijzonder jaar, beseft ze. We hebben dan van de provincie Zuid-Holland hebben we het hectometerbord gekregen. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel het mooiste cadeau, dat hij in de auto is geboren. Ja, dat is zo langzaam ingedaald. Ja, het is een raar jaar. Het is een verdrietig jaar, het is een gelukkig jaar. Het is een jaar die voor mij heel snel voorbij mag zijn. Ja. Mees is in elk geval gezond en een vrolijk keeltje. Ja. Volgens mij wil hij dat we hem heel houden. Knip.